agrarische coöperaties in Suriname moeten een eenheid gaan vormen. Deze eenheid moet de vele uitdagingen in de ontwikkeling van de agrarische sector helpen dragen. Dit was de rode draad vandaag tijdens de training Strengthening the Capacities of Agriculture Cooperatives in Suriname. Nathalie Waal, vertegenwoordiger van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, benadrukt dat er ook aandacht moet komen voor de sociale aspecten bij capaciteitsversterking ten behoeve van agrarische coöperaties. De aanpak van de landbouwsector behoeft een totaal andere aanpak om verdere groei te bewerkstelligen. In het binnenland heb je dat heel veel vrouwen aan landbouw doen. De vrouwen hebben ook niet altijd de toegang tot goed onderwijs. Ze hebben het geleerd van hun moeder of tante of oma. En ze hebben de behoefte eraan om te weten hoe ga je dan verder met deze vorm van landbouw. Nieuwe teeltmethoden, nieuwe technieken. En hoe gaan deze groepen bereikt worden die misschien niet eens zo goed de taalmachtig zijn? Hoe ga je het vertrouwen winnen om samen te werken? Waal benadrukte dat de landbouwers in de kustvlakte een andere aanpak moeten toepassen in vergelijking met de collega's in het binnenland. John Blik, vertegenwoordiger van de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO, zegt dat er vooral als producent samengewerkt moet worden om een kans van slagen te hebben op de internationale markten. Dan hebben we eigenlijk geen kans van slagen. We hebben eigenlijk geen kans van slagen om de juiste prijzen te vinden, om de juiste markten te vinden, om de juiste input te krijgen. Het wordt allemaal veel moeilijker. Hè? En het tweede plaatje is een andere situatie. Daar zien we de kleine vissen, zeg maar de producenten, die allemaal samenwerken. Die allemaal samenwerken dezelfde kant op. Alle vissen zwemmen dezelfde kant op en werken samen. En daarom, dit illustreert eigenlijk hoe wij collectieve actie, dus ook coöperaties zien. Waarom we geloven dat coöperaties een vitale rol kunnen spelen in het ontwikkelen van de agrarische sector en in de ontsluiting ook van de rurale gebieden. Want soms zeggen we van ja, coöperaties zijn moeizaam. Veel van de coöperaties zijn inmiddels slapend ook. Maar als we toch even kijken naar deze cijfers, dan zien we toch een interessant beeld van wat coöperaties betekenen in de wereld. Blik geeft aan dat als het aankomt om werkgelegenheid binnen coöperaties, bijna 10% van de wereldbevolking op een of andere manier werkt voor deze partnerschap. Het is een heel belangrijke schakel voor arbeidsplaatsen.